BK is altijd iets speciaals natuurlijk. De laatste maand niet echt goed gepresteerd, moet ik eerlijk zijn. Is ook zo, daar ben ik ook eerlijk genoeg in. Maar een BK is toch altijd iets anders. Het is een wedstrijd waar iedereen weer vanaf nul start eigenlijk. En dat geeft me altijd enorm, enorm veel motivatie. Het is niet voor niets dat ik tweemaal Belgisch kampioen geworden ben. Lars van Tornhout kan het niet geloven en wordt tegen alle verwachtingen in Belgisch kampioen. Het is mijn 20e BK. Ik denk niet dat ik nog enorm veel stress en druk heb. Ik heb al tweemaal de titel genomen. Er zijn er anderen met meer talent dan mij die nog geen titel hebben. Dus die mannen zullen enorm veel druk en stress hebben natuurlijk. Maar het is gewoon gezonde stress. Ik heb geslapen als een roosje deze nacht. Ik hou van de stress en de spanning rond en ja, de zever tussen aanhalingstekens rond het BK. Ik vind het wel altijd een plezant spelletje. Auw! Dan gaan we naar nou uitschakelen van voert BK. Doet dat voor de concurrenten, maar niet voor papa toch? De vroegere generatie was ook heel sterk natuurlijk. Maar wat een Wout van Aert en de Mathieu van der Poel uitsteken, dat denk ik dat toch nog ietsje van een ander kaliber is. Het zijn vooral ook mannen die alles kunnen. Steken de Mathieu van der Poel in een rallywagen of een Formule 1-wagen. Hij doet mee voor de overwinning achter enkele maanden, denk ik. Dus dat zijn gewoon supertalenten. Ik noem het gewoon de Sagans van de cross. Waar ik tevreden mee ben, plaats durf ik er niet op kleven. Als ik een goed gevoel heb, zal ik content zijn en zal ik tevreden zijn. Kan ik dan met een gerust gemoed verder het seizoen afwerken.